Truckchauffeur CK is maandag bij een verkeersongeval in het concessiegebied de Goliath komen te overlijden. Bij het afdalen van een berg moet hij de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. De politie van het bureau Sanderij, die na de melding van het verkeersongeval de locatie aandeed voor onderzoek, constateerde dat het slachtoffer een lading hout vanuit het binnenland naar Paramaribo transporteerde. Hij belandde met het met zware houtblokken beladen voertuig in de ravijn. Uit de zwaar beschadigde cabine kon met veel inspanning uiteindelijk het ontzielde lichaam van CK uit de cabine worden gehaald, meldt de politie Public Relations.